Dit is een rijbe op zijn Duits, een rasp. En met een rijbe kun je bijvoorbeeld rijbekoeken maken. En rijbekoeken is een heel simpel oud gerecht dat wij als kinderen in Limburg ook heel veel aten. Een rijbekoeken is gewoon geraspte aardappelen, geraspte ui. Die aardappelen knijp je uit, dat het een beetje het water eruit lekt. Eitje erbij, meel erbij. En dan plakjes maken, dun, bakken in de pan. Super lekker en krokant. Maar ik heb vandaag bij dit hele simpele gerecht ook nog hulp. Want ik heb samen met Jan Heemskerk, die naast me staat, onslievelingsgerecht.nl opgericht. En kleine promo. Mag het, Jan? Wat is onslievelingsgerecht.nl? Onslievelingsgerecht.nl. Daar delen bekende en minder bekende Nederlanders hun favoriete gerecht. Dat zijn recepten waar je blind voor kunt varen. En verhalen bij... Om van te smullen, je was er bijna, Jan. Nou, we maken hem even af. Jan heeft zich heel druk gemaakt over die ene zin. Gerechten waar je blind op kunt varen en verhalen van te smullen. Een verhaal van smullen. Het was hartstikke goed. Ja. Kom, we gaan lekker rijbekoeken bakken. Dat gaan we doen. Jij gaat de aardappels jassen. Voor straf? Nou ja, je moet er ook iets doen. Dan ga ik verder met even... We zijn toevallig twee lievelingsgerechten aan het maken. Ik heb hier een pannetje staan waar de ossobuco net uitgehaald is. Die moet nog afgemaakt worden. En hier staat nog bœuf bourguignon. Dat zijn twee lievelingsrecepten die je ook op onslievelingsgerecht.nl vindt. Waar je binnen kunt varen en even kunt smullen. Hartstikke mooi, Jan. Ga jij je schillen? Top. Tot zo. Terwijl Jan de aardappelen schilt, ga ik verder met het heel fijn snipperen van een uitje. En ik zeg heel fijn, dat moet je echt doen. Want anders heb je van die brokken ui in je mond in die rijbekoeken. En dat is echt niet lekker. Dus zo fijn als je kan, snipper je dat uitje. Jan heeft de aardappelen geschild. Hij heeft ook een beloning gehad, een bakje met nootjes. Niet bijten, zuigen Jan, want dat hoor je heel erg duidelijk op het geluid. Enfin, een doek, een passeerdoek, leg ik er vast onder. De rijbe pakken we en dan gaan we die aardappelen raspen. Ja, welke kant je gebruikt, dit is eigenlijk de beste. Een beetje middelgrof en een kwestie van er langs halen en op tijd stoppen. Want anders gaan je vingers er ook doorheen. En dat is niet wat je wil. Dus raspen van die aardappel. En dan hou ik er meestal hier zo'n beetje al mee op. Nou, zet ik hem nog op het kantje. Maar liever geen velletjes van mijn vingers erdoorheen. En de laatste aardappel. En dan is het tijd om het te gaan uitknijpen. Je moet dat raspen niet lang van tevoren doen. Want dan worden die aardappels bruin en dan wordt het papperig. Dus, ik gebruik trouwens een vastkokende aardappel voor dit gerecht. Ja, als je de kruimige aardappels gebruikt, wordt toch minder goed, minder krokant straks. En het is iets wat we natuurlijk in de olie, in de hete olie, gaan bakken. Nou, het doek dicht. Zo. Een lekbakje. Dan gaan we kijken of we het kunnen uitknijpen. En of we dat kunnen. Kijk eens hoeveel vocht er uit die aardappels komt. En dat moet er echt uit. Anders krijg je nooit natuurlijk een krokante rijbekoeken. Dus daar moet je een beetje fanatiek en stevig uitknijpen. En dan pas gaan we het mengen met die ui. En het meel ertussen doen en het ei. Nou, nog steeds komt er vocht uit. Zo, nou, dit is wel goed. Oké, aan de kant. Dan de aardappel rasp in de kom. Doek aan weg. Uitjes erbij. Zo. Eitje erdoor klotsen. Ja, en nou heb ik eigenlijk even een lepel nodig. Zo, goed om te roeren. Zo, en ja, het is doodsimpel dit natuurlijk, hè. Maar wel lekker.
Het lijkt een beetje op Rusty, maar ik heb het voor mijn zoon een keer gemaakt en sindsdien hoeft die jongen geen Rusty meer. Rijbekoeken wil die hebben, want dat is ja, super vers natuurlijk. En het is helemaal niet veel werk. Ja, je moet even die piepersjassen natuurlijk. Heb jij het wel eens gehad, Jan? Rijbekoek? Ja. Oh, toch wel? Zeker. Ken je het van vroeger? Of? Nee, ik was gewoon in een restaurant. In een restaurant, rijbekoek op de kaart? Als bijgerecht. Denk ik, ja. Wat grappig. Ik zag het nooit ergens op een kaart staan. Nee, maar nu het voor mijn neus staat. Denk je, dit ken ik. Nou, ja. Ik doe er graag altijd wat extra. Maar peper extra, gewoon hoort er een beetje bij natuurlijk. En toch ook een snufje zout. Zo. Een keer omroeren. En dan zijn ze klaar om te bakken. In de pan hier achter me. Gewoon in een neutrale olie is het beste. Want je wil het krokant maken. En als je dan boter gebruikt, die boter die verbrandt heel snel. En dat is natuurlijk hartstikke vies. En een olie kun je wat, flink wat hoger verhitten. Dus ik heb een gewone zonnebloemolie. Dus ik ga er eentje bakken voor jou, Jan. Lekker. Of heb je al genoeg gegeten met die nootjes? Oh, de hond wil misschien ook nog een rijbekoek. Nou, het bakken is eigenlijk heel simpel. Je neemt een lepel van die geraspte aardappel. En dat maak je mooi plat in de pan. Maak je een koekje van. Doe er nog wat meer bij. Je kan ook de hele pan vol leggen natuurlijk. Moet je zelf weten. Vuur ietsje lager. En dan laat je het gewoon bakken. Als die randjes hier rondom een beetje bruin kleuren, dan weet je dat je hem ongeveer kunt omkeren. Kijk. Zoals ik al zei, je moet ze niet proberen te bakken meteen in boter, want die boter verbrandt. Maar het is natuurlijk wel lekker om een klontje boter voor de smaak toe te voegen, als ze al bijna klaar zijn. De eerste rijbekoeken is klaar en die is natuurlijk voor mijn grote vriend Jan. Alsjeblieft Jan, vroeger aten we daar gewoon een stuk of vijf van achter elkaar. Maar ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Onslievelingsweg.nl. Nee, dat is de. Ja, dat is gewoon een heerlijk, knapperig, aardappelen dingetje. Wat wil je nog meer? Ja. Heel ingewikkeld is het niet. Het smaakt natuurlijk ook niet naar caviar of naar zalm of naar wat. Aardappeliger dan zo'n rustig uit. Ja. Je kunt er overigens prima ook weer allerlei dingen opleggen. Crème fraîche. Een beetje zalm. Zalm erop, ja. Combineert allemaal uitstekend. Ja, daar heb je ze van. Nou, crème fraîche niet. Vind ik een beetje zinloze calorieën. Rijbekoeken, doodsimpel, hartstikke lekker om te maken. Kinderen zijn er dol op. Ik ga niet meer wijzen op onslievelingsgerecht.nl. Dat hebben we al vaak genoeg gedaan. Oh. Toch Jan, of wil jij nog iets toevoegen? Nee, ik dank jullie wel voor het kijken. En mocht je deze video's nou leuk vinden, heb je er wat aan. Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan krijg je een bing als er weer een nieuw filmpje verschijnt.